Ik liep ook echt over zo'n olifantenpaadje heen en ik zei: Oh, ik vraag me af hoe dit heet. En toen heb ik het opgezocht en toen zag ik dat in het Engels het een desire path heette. En toen viel alles ineens samen. Dus ik kijk eigenlijk naar hoe trans- en non-binaire personen met taal spelen om hunzelf beter te kunnen uitdrukken in een taalsysteem dat niet altijd de woorden heeft die reflecteert wie je bent. Ik kijk ook naar de impact daarvan op je welzijn. Stel je voor, je voelt je niet thuis in beide van die hokjes. Nou, hoe ga je daarmee om en hoe druk je jezelf uit als je daar eigenlijk nog geen woorden voor hebt? Ik ben Charlie Loopuit. Mijn voornaamwoorden zijn die dienst of hij hem. Ik ben PhD-student aan de Radboud Universiteit in het departement van taal en communicatie. En daar doe ik onderzoek naar hoe trans- en non-binaire personen omgaan met taal. Wat ik nu wil doen is dit concept van wat ik dus noem linguistic desire paths. Dus de verlangenspaadjes of olifantenpaadjes. Daar probeer ik een theoretisch concept uit te maken. En een olifantenpaadje wordt niet gemaakt door één persoon die een gasveld oversteekt, maar door meerdere personen die dat doen. Dus ik neem die metafoor en zo kijk ik ook naar de structuur van taal. We hebben woorden beschikbaar tot ons om onszelf te kunnen uitdrukken. Wat gebeurt er als je geen woorden hebt om dat te doen? Nou, dan maak je misschien een olifantenpaadje. Dus je kan denken aan bijvoorbeeld in het Nederlands de voornaamwoorden die diens of hen hun. Op het moment ben ik met veel verschillende dingen bezig, maar voornamelijk literatuuronderzoek. En ook om daardoor te kijken waar past mijn theorie nu in de landschap van bestaande onderzoeken in taalwetenschap. Uiteindelijk wat ik wil bereiken is om meer nuance te laten zien over wat het nou daadwerkelijk betekent om trans of non-binair te zijn. Ik denk dat tot nu toe er veel verantwoordelijkheid is gelegd op de trans en non-binaire personen zelf om een soort, ja, om zich aan te passen, acceptatie te creëren. Maar ik denk dat het nu tijd is om ook te kijken van wat is de verantwoordelijkheid van de maatschappij.